Oké, ik weet niet wat precies aan de hand is, maar EA heeft gewoon bedacht om alle goede FIFA 18 spelers in Ultimate Team gewoon te geven aan iedereen voor 8 wedstrijden. Weet je hoe super vet dat is? Dan kunnen we spelen met het allerbeste team wat er is. En ik heb zelf ook vet veel goede spelers. En dan gaan we die spelers combineren en dan zorgen we dat we ongeveer het beste FIFA team hebben wat er is. Oh, ik heb er nu al zin in. Dan gaan we daar een potje mee spelen. Oh, dit is zo nice. Weet je, EA doet eindelijk iets goeds terug. Weet je, ik heb zoveel geld gepompt in dit spel. En nu krijgen we eindelijk iets terug waarvan ik denk, yes, dit is echt heel nice. Want ik wil gewoon een keertje met gewoon 99 Ronaldo spelen. En gewoon al die zieke spelers, daar kan je gewoon nu een keertje mee spelen. Dat is gewoon heel vet. En dat zit allemaal in het pakketje. En dan gaan we zo meteen een team mee maken. Maar ik wil jullie allemaal eerst vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes zal super awesome zijn. Abonneer natuurlijk, dan blijf je op de hoogte van al mijn andere FIFA filmpjes. En binnenkort FIFA 19 komt eraan. Ik ben er echt zo hyped voor en ik hoop jullie ook. Maar dat zit er dus aan te komen. Maar laten we maar dit pakketje gaan openen. Oh, dit is eigenlijk het beste pakketje alle tijden wat je kan krijgen. Het is natuurlijk compleet logisch. Nou ja, welke speler komt dan eigenlijk naar voren? Ik weet het eigenlijk niet eens. Dit zal dan wel Ronaldo wezen. Ja, inderdaad, dit is gewoon 99 spits Ronaldo. Oh, wat is dat? Holy shit, dit is echt niet normaal. Hij komt niet achter de borden weg. Dat komt dan omdat het een leenspeler is, maar dan alsnog. Oh, wat een speler, wat een speler, wat een speler. En wat hebben we nog meer? Salah, oh, 98. We hebben Messi, 98. Dybala, die heb ik trouwens. Die heb ik gewoon in mijn club als gewone kaart. Dus het is een beetje overbodig dat ik die heb. De Bruyne heb ik ook gewoon. Aguero heb ik niet. Ramos heb ik niet. Oh, Hazard 99. Suarez 99. Oh, wat een speler zijn dit, jongen. Dit is zo ziekelijk lijp. Oké, dit ga ik dus allemaal opslaan in mijn club. Ik ga dus wat eigen spelers toevoegen. En dan gaan we gewoon zo'n ziek mogelijk team maken. En dan doen we trouwens geen potje in de visies. Want dat doe ik zeg maar in online seizoenen. Want dat doe ik met mijn serie De Oranje Duivels. Dus dat doe ik niet. Daar zit ik momenteel in divisie 1 mee. En dat is best wel spannend. Maar dat zien jullie in de serie Oranje Duivels. Dat ga ik nu niet deze video doen. Ik zie wel even hoe ik het ga doen. Maar in ieder geval wil ik wel een wedstrijdje met dat team gaan spelen natuurlijk. Hoe zou ik dit team gaan noemen? Beste team ooit. Ja, pas precies. Oké, beste team ooit. Dan hoop ik dat het inderdaad ook over het beste team is. Welke opstelling ga ik spelen? Ik denk 4-3-2-1. Dat vind ik persoonlijk een erg fijne opstelling. Als spits doen we natuurlijk niemand minder dan Ronaldo 99. Holy shit, we hebben echt zoveel keuze. We hebben gewoon Suarez en Messi ook nog in de spits. En Aguero ook. Misschien moet ik gewoon met twee spitsen gaan spelen. Misschien is dat beter. Want we hebben gewoon zoveel zieke spitsen. Dat is echt niet normaal. Dan ga ik gewoon een keertje deze opstelling proberen. Dat is misschien ook anders. Dan ga ik gewoon Suarez en Ronaldo. Die zijn allebei 99 eten. Dan doe ik het op die manier. Oh, dit is zo ziek diep, jongen. Dit is echt heel leuk. En dan kunnen we misschien hier op deze manier Messi neerzetten. Oh, weet je wat? Ik ga gewoon even knutselen. En dan zie ik jullie zo meteen. En dan zien we hoe dit team uiteindelijk is geworden. Maar dit moet wel een super sick team worden. A few moments later. Oké, ik heb momenteel mijn team klaar. Hij is 196 eten. What the fuck? Dit is echt niet normaal wat een team, jongen. Het is echt overal zo goed. Ik heb Gullit op het middenveld gezet. Ik heb niet zijn beste versie, maar ik heb hem daar in ieder geval neergezet. Want hij linkt met iedereen en op die manier had ik nog 100 teamgeest. Wie had ik daar net staan? Ik had daar net de Bruyne staan. Maar dan heb ik net iets minder teamgeest. Dus ja, ik vond het wel chill om dan gewoon 100 teamgeest te hebben. Puur omdat dat er gewoon heel baas uitziet. Weet je, verder boeit het niet echt. Ik zal even hier trouwens de Bruyne neerzetten. Kijk, dit is echt zo'n ziek team. En ik denk dat ik de tweede helft, zet ik Hazard erin, zet ik Messi erin, zet ik Salah erin of Neymar. Dat zie ik nog wel even. In ieder geval Griezmann, die linkt daar op dit moment het beste. Want die is centraal aanvallend en al die heeft volgens mij nu gewoon 10 teamgeest inderdaad. En dat is beter als zeg maar Messi die ik daar had staan. De enige speler die nu niet volledig teamgeest heeft is Suarez. Maar ja, 8 teamgeest is nog steeds dikke prima natuurlijk voor zo'n team. Oh, dit is echt zo lijp. Nou, ik ga dus met dit team een potje spelen. De enige betere keeper bijvoorbeeld die ik erin kan zetten. Oh ja, trouwens, ik kan beter De Gea erin zetten. Die heeft ook gewoon... Ah ja, dan heeft... ja, David Luiz heeft dan iets minder teamgeest. Ik zou eventueel Rijkaard dan daar neer kunnen zetten. En als ik dan bijvoorbeeld de Bruyne er neerzet voor Gullit, hoe linkt dat dan? Ja, dan maakt dat in principe niet heel veel uit. Ja, dit zijn wel lastige keuzes. Of Godin, als ik die daar neerzet. Nee, dat lengt dan ook weer voor geen meter. Weet je wat? Ik doe wel gewoon David Luiz. En dan doe ik Courtois in goal.
Weet je, dan heb ik gewoon allemaal 10 teamgeest. Dan vind ik wel net zoiets. Oké, dan is dit het team waar ik mee ga spelen. En dan hoop ik dat ik hem ga winnen. Dit is echt zo'n lijf team, jongen. Ik ben erg benieuwd hoe het gaat spelen. Niet normaal. Fun Champions, kan dat momenteel? Oh nee, Fun Champions is afgesloten. Dat wist ik eigenlijk ook wel. We gaan een online enkele wedstrijd doen. Oké, let's go. Dan ben ik benieuwd wat voor tegenstander ik tref. Hiermee, met online enkele wedstrijden, kan je ook gewoon tegenstanders treffen die helemaal niet zo'n goed team hebben. Dus dat zou echt dik lijk worden. Als ik nu een tegenstander tref die gewoon een 70-rated team heeft of zo, dat zou echt heel bizar zijn. Maar we gaan erachter komen. De Dutch 2. Het is wel een Nederlander waar ik tegen speel. Heb jij toevallig... Oh, weet je wat? Jij doet die blauwe, doe ik de oranje. Yay, dan hebben we gewoon allebei een Nederlands shirt. Oké, dan ben ik benieuwd wat voor team hij heeft. Hij heeft sowieso minder als wat ik heb, maar... Oh, we zullen er nu achter komen. Oké, hij heeft ook best wel ziek team. Hij heeft helemaal een Nederlands team. Holy shit. En hij heeft die de licht, die ik helaas niet heb. Dat is een beetje fucked up. Want dat was de Squad Building Challenge. 93 rated en die is ziek overpowered. Oh ja, dit kan misschien nog wel lastig worden, want hij heeft ook een prima team. Maar ik heb natuurlijk het beste team wat er is, dus ik mag zeker niet zeggen 196. Ik heb nog nooit gespeeld met zo'n goed team. Ik ben benieuwd. Oké, ik ga mijn best doen. Ik ga proberen mijn tegenstander helemaal kapot te spelen. Moet ik wel beter gaan spelen als wat ik nu doe. En mijn tegenstander is nog wel redelijk goed in FIFA volgens mij. Dus dat kan misschien nog wel even lastig worden, maar ik ga mijn best doen. Ronaldo met het schot. Oh, wat een ziek schot. Maar helaas ook een zieke redding van Jeroen Soet, Team of the Season. Oké, nu. Deze moet zitten. Ronaldo, die zit ook. Nice. 1-0, 18e minuut. Hij drukt de start. Het zou, ja, ik denk dat hij gaat racequitten, want mijn tegenstander heeft natuurlijk geen schrijven kans. Zal op zich ook wel baas zijn. Ja, racequitten. What the fuck? Oh, lol. Weet je wat? Ik ga nu even een ander team maken. Weet je, dit team was ziek overpowered, maar ik wil ook nog even gewoon met Messi spelen, met Hazard. Misschien wat met wat meer Premier League spelers in de aanval. Dan gaan we dat nu eventjes doen. Oh, wat is dit een ziek team. Dit is echt nice, man. Dat we gewoon een keer kunnen spelen met de beste spelers gewoon in FIFA. Welke afstelling kunnen we? Dan ga ik nu zo spelen. En dan zie ik jullie zo meteen als ik mijn team weer klaar heb. Met 99 heet het Hazard. A few moments later. Oké, ik heb mijn team veranderd. Nu past de Bruyne er wel in. En ik heb een totaal nieuwe aanval. In principe ga ik er niet op achteruit. Ik heb 99 rated Hazard. 98 rated Salah. Met zieke stats. Het is echt niet normaal. Oh, dit is zo bies, jongen. En dan hebben we ook nog 97 rated Aguero in de spits. Nou ja, daar is ook niks op aan te merken. Oké, met dit team gaan we ook nog een potje spelen. En dan laat ik het daar ook bij voor deze video. Weet je, dan heb ik al bijna met alle zieke spelers gespeeld. Doen we weer een online enkele wedstrijd. Dan ben ik benieuwd of ik mijn tegenstander nu weer kan laten ragequitten. Maar met zo'n team moet dat ook wel kunnen. 196, ik had het gewoon bijna nog steeds niet geloven. Het is gewoon zo ziek. Oké, ik ben benieuwd naar het team van deze tegenstander. Heeft hij ook zo'n ziek team? Oké, hij heeft hetzelfde. Hij heeft alleen 195, ik heb 196. Ja, dit is gewoon iemand die ook gewoon even alle beste spelers wil testen. Ik ben benieuwd. Nu wordt het gewoon wie het beste FIFA kan. Want we hebben allebei gewoon het beste team. Bijna precies hetzelfde ook. De enige speler die hij volgens mij anders heeft is De Gea als keeper. Ik heb daar Courtois. En hij heeft die Bailey als centraal verdediger. Dus twee kleine aanpassingen, maar in principe maakt dat helemaal niks uit. Bijna precies hetzelfde team. Nee? Oh shit. Oké, daar scoort mijn tegenstander de 1-0. En dat is een beetje fucked up. Ja, ik ben net gebeld. Ik drukte net weg. Kijk, ik zit hier volop in de aanval en dat scoort hij. Ja, het is een oefenwedstrijdje, maar het is op zich wel leuk. Ik heb echt een hele goede tegenstander nu. Dan kan ik dit team even heel goed testen. Nou, Salah met de voorzet en Aguero. Oh, dat was een best wel grote kans. Dat was een van de grotere kansen in deze wedstrijd voor mij. En het is ondertussen al bijna de 40ste minuut. Dat zegt al wel genoeg over deze wedstrijd. Oh, dat deed hij goed. Oh, dat was echt heel goed afgekapt door mijn tegenstander. Oké, ik sta 2-0 achter. Ik ga de tweede helft ga ik even Ronaldo, Messi en gewoon in ieder geval 3 wissels doen. 3 goede wissels. En dan kijken of ik de tweede helft nog even terug kan komen. Maar mijn tegenstander is echt goed, man. Dat deed hij echt ook netjes. Nou, het is rust. Ik heb 2 schoten gehad. Mijn tegenstander 5, dus allebei niet heel veel. Maar ja, ik sta wel 2-0 achter. Dus er moet even verandering komen. Weet je wat? Ik doe Neymar. En dan doe ik Suarez. Dan doe ik Ronaldo wel rechtsbuiten. We moeten op die manier. Dit is ook deze twee om. Dan hebben we gewoon een zieke aanval nu. We hadden net een zieke aanval. We hebben nu nog veel beter. Oké, hopelijk kan ik op deze manier nog even terugkomen. Nou ja. 3-0. Net als de tweede helft begint. Oké, ik begon zo lekker, maar... dit is wel een beetje fucked up. Oh, shit, man. Nou, Modric kappen, schieten en hoppatee. 3-1. Oké, nice. Toch goed dat ik nog even doorzet. Het zou wel een baas zijn. Het zou echt de comeback alle tijden zijn als we dit gaan lukken. Nou, Ronaldo, voorzetje. Prima voorzet. Modric, die had hij erin moeten schieten.
Oh, dan stond het 3-2 en dan had het gewoon weer gekund. Maar 70ste minuut, ik ga gewoon alles op de aanval spelen. En dan zien we nog wel of het nog gaat lukken. Oh nee, dan gaat hij met Ronaldo. En die zet 4-1. Oké, nee, het is voorbij, het is voorbij. Oké, Suarez, laatste kans van de wedstrijd waarschijnlijk. En Ronaldo kapt hem over. Ik heb best nog wel wat kans gehad tweede helft. Maar ik had ook wel een beetje pech dat ze er allemaal niet in gingen. En de scheids fluit ook af. Dus ik heb best wel dik verloren uiteindelijk. Wel wat kansen gehad nog de tweede helft. Maar ja, ze gingen er niet echt allemaal in. En dan weet je, dan ga je gewoon verliezen. Maar kijk dan, ik had nog meer schoten uiteindelijk dan mijn tegenstander. Maar ja, het mocht niet baten. Maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ziek team. Erg leuk om een keer mee te spelen. Ik zou er eventueel nog wat meer wedstrijden mee kunnen spelen. Maar dat ga ik denk ik gewoon lekker in mijn vrije tijd doen. Maar dan bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk tot slot, ik zie jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouts Army. Yeah!